Jim Morrison is dood. Jimi Hendrix ook niet meer onder de levenden. De lijst met popsterren die door de naald, de pillen en de drank zijn gestorven is oneindig. Maar een Nederlandse collega, die er ook niet vies van is, haalt volgende week wonderwel de 50. Niemand die dat had verwacht. Herman Brood, een halve eeuw seks, drugs en rock'n'roll. Voor zijn moeder zong hij het liefst De Klok van Arnhemuiden. Brood stapte op de trein naar Assen en ging bij haar langs. En verslaggever Roos Elkebout ging mee. 50 jaar, hij overweegt spaarrekening. Inspectie. Ik heb beslist niet gedacht dat hij de 50 zou halen. De enige geaccepteerde junk van Nederland. Hij is een fenomeen. Absoluut. Je hoeft enkel maar te nerden, hoor. We gaan nu ook een rollen. Ik ben een veelzijdig begaafde. Gezegende man van 50 jaar, weer of geen weer. De pasgeborene weegt 70 kilo. Hij noemt zichzelf een verschijnsel en ik denk dat hij daar zelf behoorlijk de plank mee raakslaat. Dat hij is eigenlijk zeg maar het kunstwerk geworden wat hij ooit in zijn muziek zocht en in zijn schilderij zocht. En ja, het is nu een soort fenomeen geworden wat heel erg bij Nederland past. En of het fenomeen of het verschijnsel nou schildert of muziek maakt of op straat loopt of met zijn dochter speelt, dat maakt niet meer uit. Het is gewoon een verschijnsel. Elke minuut dat de camera niet draait, zie ik als een verloren. Ik hoop ook binnenkort dat ik een vast team heb met die mij filmt. Mijn familieband is niet zo heel overdreven op een of andere manier. Omdat ik met mijn. Ja, het is een soort nuchterheid. Die heb ik van mijn moeder, denk ik. Die heeft zij ook heel erg. Dus als ze maar weten dat het goed met ons gaat, weet je wel. Dat, alles wat ik flikte in mijn leven, elke gevangenis waar ik in zat, als ik eruit kwam, kwamen ze me ophalen. Weet je. Nooit iets kwalijk genomen, nooit iets. Zeg maar, dat doe je verkeerd. Altijd mij geaccepteerd zoals ik. Ze heeft best veel. Maar er komt bij, ze heeft drie andere kinderen, weet je wel. Die het wel goed doen. Weet je. Niet wel goed doen? Nou ja. Mijn moesje zit op kamer 10. Het is het levende bewijs. Ja. En er is niets veranderd. Toch? Hij is nog zo lief. Hè? Ja, nou, dat was ook zo. Nee, maar je blijft altijd dat kind, toch? Dan zat hij in een boom te zingen, dat liedje Als de Klok van Arnhemuiden. Dat was zijn liedje. En dan kwam hij zo even naar binnen hollen en dan pakte hij niet meer, dan kuste hij niet meer. Even mama pakken, zei hij. Nou, dan ging hij weer. Dat was zoiets liefs, hè? Dat hebben de andere kinderen nooit gehad, hoor. Nee, nou, dat was echt. En dat mijn moeder lag met een gebroken been bij ons. Ik weet zeker dat ik dit programma heel veel meisjes kan krijgen. En nu wordt hij 50. Vindt u dat hij veel veranderd is? Nou, hij is. Ja. Een kontje. Waarom moet je huilen, man? Waarom moet je huilen? Ik kom zo herinneringen. Jij bent precies zoals ik. Jij kan ook gewoon huilen en dan weer.
Ik kan het ook. Ja, maar Jan gaan we... Huilen en... Nee, maar dat is geweldig als je kan huilen, toch? Ja, nou, ik kan weet, want ik ken jou al langer als vandaag. Jij vindt het heel fijn om te... Jij hebt me wel een keer verteld... Ik ga nu naar huis lekker huilen. Ja. Je bent niet altijd in staat om te huilen. Je bent tussen mensen en dan wil je dat niet. Echt en dan verheug ik me erop om naar huis lekker uit kan brullen. Ja, maar dat is zo. En dat lukt ook. Je leest wel boeken over jongens met die drugs die niks deden. Ze portemonnee van de moeder grappen. En alles uit huis wegslepen om te verkopen, om drugs te kopen. Dat hadden we met jou niet. Ja, een paar dingetjes misschien. Ach. Zoals die encyclopedie van... Kijk, dat weet ik dan helemaal niet. Een encyclopedie van papa? Nee, dat weet ik. Nou, maar nee. Maar ik bracht altijd erg veel bloemen. Die plukte bloemen. Ik s'nachts in het tuintje om te compensatie. En dan... Oh, van allerlei soorten. Echt van die buitenbloemen. Leuk, hoor. Toen ik jong was, was Herman Brood natuurlijk rot. Toen ik wat ouder werd, was hij ook rot. Hij blijft er even jeugdig bij. Ik zie hem nauwelijks ouder worden. Eigenlijk vind ik dat hij moet zijn lichaam, als hij doodgaat, ik denk niet eens dat hij doodgaat. Als hij 50 gaat, dan 100, 150, dat moet allemaal kunnen. Maar dan vind ik dat hij zijn lichaam ook ter beschikking moet stellen aan de wetenschap. En ik denk dat als ze hem opensnijden, dat ze hele rare dingen tegenkomen. 50. Weer of geen weer. Hoe zou je herinnerd willen worden als je dood bent? Als helderziende. Gezegend helderziende, ja. Nee, als waarzegger. Nee. Als zakkenroller. Nee, als de gevloekte. De gevloekte. Herman Brood en de boekjes. Herman Brood, 46, 1946, 2046. Een tweevoeter, nimmer zo gedroomd. Wat kon deze man slap oude hoer?